We staan hier bij de cheetahs in de safari, want we hebben een vraag binnengekregen bij de vraag van vandaag. Waarom is een cheetah zo snel? Cheetah is snel en daar is zijn hele bouw ook naar. Hij is heel, vergeleken met andere katachtigen, heel soepel, lenig. Hij heeft een hele flexibele ruggengraat en hij kan natuurlijk ontzettend snel lopen. Hij jaagt voornamelijk op Thomson-gazelles, dat is eigenlijk zijn hoofdvoedsel. Hazen ook nog wel. Hij besluipt ze niet echt, hij ziet ze van een afstandje van zeg 100 meter. En zo gauw hij ze in het vizier heeft, dan trekt hij een sprintje. Dat kan tot, ze zeggen, 100 km per uur gaan. Maar dan houdt hij nog geen minuut vol. En dan is hij ook echt dood en doodmoe. En in die tijd moet hij de prooi wel gepakt hebben. Dus het is wel het snelste landdier, maar dan voor een heel korte periode. Dus. Staart gebruikt hij een beetje als roer. Een cheetah kan zijn nagels niet intrekken. Daarom heeft hij een beetje, je kunt een beetje vergelijken met noppen van voetbalschoenen. Dat hij een beetje goed grip op de grond heeft, dat hij echt goed vaart kan maken. Als hij dicht genoeg bij de prooi is, dan probeert hij die achterpoten eronder uit te slaan. Dat hij tegen de grond aan gaat. En dan brengt hij ze meestal om door verstikking. En dan is het lekker eten voor hem. Henny, bedankt voor je enthousiaste verhaal. Deze illustratie hier achter mij, die vat het perfect samen. Een cheetah op topsnelheid. En heb je nou thuis ook een goede vraag? Post hem hier dan als reactie op deze video. En wie weet komt jouw vraag in de volgende aflevering.